Op Zandvoort gaat dat onder de naam van de OK. 500 leden, diverse afdelingen, diverse posten op het circuit waar je kunt staan. Een OK-official kenmerkt zich eigenlijk maar door één ding. Enthousiast en autosporter in hart en nieren. Hij of zij zal zich altijd inzetten voor de veiligheid, of het nu de deelnemer is of het publiek. En eerlijk is eerlijk, door de deelnemers op het circuitpark Zandvoort worden de officials van de OK enorm gewaardeerd. Vind ik zelf persoonlijk niet zo belangrijk. Ik geloof het wel. Ik sta hier gewoon voor mezelf. Er wordt wel eens gezegd, zonder ons geen races. Ik vind het andersom ook. Ik sta hier, ik vind het leuk om te doen. Ik ben blij dat er mensen zijn die het leuk vinden om rond te rijden. En dat is het. We zullen gewaardeerd worden als we iemand uit een benarde situatie redden. En we zullen wat minder gewaardeerd worden als we zorgen dat iemand een straf in zijn broek krijgt omdat hij onder geel ingehaald heeft. Hobby. En het dichtste bij de race zijn. Alleen nog voor een doosje met een paar broodjes en een blikje drinken. Er zitten wel degelijk risico's aan vast. Maar zeker binnen de rescuegroep is een gedegen opleiding die wordt geboden. Mensen komen niet zomaar op een auto te zitten. Mensen worden daarin opgeleid, lopen een heel traject door. En na 1,5 jaar komt men pas zelfstandig op een auto terecht. En als het goed is, is men dan doordrongen van de gevaren die er zijn. Hartstikke dicht bij de racerij en kun je heel wat anders dan bezoeken. Je wordt er niet rijk van, maar het is eenmaal mijn hobby. En ik heb niet veel geld genoeg om bij de racerij te zijn. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe om toch dicht bij de racerij te blijven. Nou, ik ben paddock marshal, dus wij zorgen op de paddock dat alles goed verloopt. En het is natuurlijk mooi bij de Masters dat je in de pitlane werkt, dat je alles van heel dichtbij kan meemaken. En op den duur, als je langer bij de OK bent, ken je natuurlijk bijna iedereen. Je hoeft ze niet bij naam te kennen, maar gewoon normaal. Hey, kopje koffie halen of zo. Perfect. U ziet het, ook officials zijn persoonlijkheden. Jong of oud, dame of heer, je bent altijd welkom in een hele aparte sfeer op het circuitpark Zandvoort. Ook official word je niet zomaar. De voorzitter vertelt. De grootste drijfveer is de passie voor autosport. Het dichtbij meemaken van de autosport, langs de baan. En ik denk ook heel veel plezier met elkaar. De leden krijgen zo van de rescuegroep, dat zijn de jongens in de Nissans, die krijgen onder andere brand- en blustrainingen. Mensen langs de baan hebben ook de vlagtrainingen in praktijkdagen en ook een theorie-examen voor een KNAF-licentie. Veiligheid voor alles. En wij zorgen gewoon dat de mensen goed weten wat ze doen en dat ze op elkaar kunnen rekenen. En ook op nazorg hebben wij altijd heel goed aan gedacht. Maar wat is de grootste passie om OK-official te zijn? Omdat het gewoon heel leuk en gezellig is. En daar je passie voor autosport helemaal kan laten gaan. Want nergens maak je een race zo dichtbij als zo dichtbij de baan. Er zijn 4 zogenaamde functies op het circuitpark Zandvoort die je als OK-lid kan bekleden. Het is een aparte club, eigen gebouw en een hele eigen sfeer. En grootste plannen voor volgend jaar, bijvoorbeeld een eigen kledinglijn. Het is moeilijk om een promotiepraatje te houden. Je moet gewoon een keer gaan kennismaken, want dit kan jouw passie worden. Bij de OK zoeken ze altijd mensen. En vooral voor het autosportseizoen 2006. En als je dan niet op het circuit wil staan, kun je altijd nog rally-official zijn ergens in Nederland.